Hi, goedemiddag, welkom bij het Beauty Nieuws van vandaag. Welkom op het YouTube kanaal van Beauty Scene. Leuk dat je er weer bent en vandaag ga ik leuke beauty nieuwtjes laten zien. Zoals iedere week, sinds een paar weken weer, dus dat is mooi. Begin ik met een product wat ik al een tijdje aan het testen ben. Dat is de Foreo. En de Foreo is een elektronische gezichtreiniger die werkt op geluidsgolven. En ja, heel apart, want het is een siliconen apparaatje, zeg maar. Zo voelt het ook aan, met hele kleine zachte siliconen stekeltjes of balletjes of hoe je het ook noemen wil. En die bewegen niet, maar die geven hele zachte trillingen. En daarmee kun je dus je huid reinigen. En het mooie daaraan is dat het eenmalige aanschaf is. Dat je geen aparte borsteltjes meer hoeft te kopen die je dan weer moet vervangen. Maar ja, je zou hier dus jarenlang mee kunnen doen. En ik moet zeggen, het is een beetje vreemd. Ik gebruik altijd al een Clarisonic of een ander product. En dit is wel heel anders, maar voorlopig blijf ik nog even doortesten. Want ik heb wel heel goede verhalen eigenlijk gehoord van mensen die het gebruikt hebben. Ligt nu al in de winkel hoor, bij Douglas kun je ze vinden. Er is ook een kleinere versie, de Foreo Luna Mini volgens mij. En dit is de normale maat die ook goed is voor anti-aging. Dus die zorgt er ook nog eens een keer voor dat je huid zeg maar langer mooi blijft. Dat is dus binnenkort hoor je daar meer over. Nou en dan heeft, nou die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. De Sonic Brush van Clinique, die heeft nu zeg maar een nieuwe uitbreiding gekregen. In zoverre, die heeft een apart borsteltje gekregen. En de Anti-Blemish Solution Cleansing Gel. En daar hoort ook nog bij de Anti-Blemish Clinical Solution Clearing Gel. En dat is eigenlijk allemaal bedoeld voor de, ja, de onzuivere huid. En het borsteltje is inderdaad ook anders. Ik kan niet zo heel goed voelen wat er nu precies anders is. Maar hij lijkt wat fijner, zeg maar. Wat dichter op elkaar, de haartjes. Het lijkt meer één geheel. Als je dat vergelijkt met, zeg maar, de normale borstel. En ik heb zelf geen puistjes, dus ik kan het niet echt goed testen. Maar mocht je er last van hebben, ja, dan kun je dus nu gaan kijken naar deze speciale variant van het borsteltje. Volgens mij kun je alles gewoon loskopen, maar kun je het volgens mij ook als setje kopen. Zo ongeveer zit het in elkaar. Dus het ligt binnenkort in de winkel. Dus dat is vast interessant als je daarna op zoek bent. Waar we nog iets langer op moeten wachten, maar wat wel echt de moeite waard is, is de Renewed Hope in a Jar van Philosophy. En er is een gewone hope in a jar en er is een eye hope in a jar. Nee, een renewed hope in a jar eye. En de moisturizer is dus de gewone hope in a jar en de oogcreme, dat kleine potje. Nou, er zijn heel veel dingen wel veranderd aan de formule, maar het belangrijkste voor een heleboel om te weten is misschien goed dat de crème niet meer zo chemisch ruikt. Want dat was eigenlijk altijd het probleem, wat heel vreemd was, want er zaten absoluut geen nare chemische bestanddelen in. Het was juist een plantaardige geur die je rook, maar die rook niet altijd even prettig. Dat is nu heel anders en ook de textuur is ja, wat anders geworden, maar wel heel prettig. En het mooie is, er zit ook een exfoliant in. Daarover moet ik nog het een en ander uitzoeken, want er zit wel een exfoliant in, maar geen beschermingsfactor. En dat botst eigenlijk een beetje met elkaar. Dus ik ga er nog wat goed onderzoek naar doen en in april ligt het in de winkel. Dus het kan nog wel eventjes duren voordat je een review ziet. Maar het is wel interessant voor de fans natuurlijk. Nou, en fans heeft Embryolisse ook. Embryolisse kennen jullie misschien wel allemaal van de Le Crème Concentré. Dus dat is de moisturizer. Die heel vochtinbrengend is en voedend. En wat maakt die nou zo fijn? Nou, het is een soort van must-have voor alle visagisten over de hele wereld. Bij iedere fashion show ligt er wel een backstage, ligt er wel bij iedere visagist wel één of meer van deze tubes. Die gebruiken ze als basis. Dat betekent dat die modellen komen binnen, make-up eraf van de vorige show of ze hebben nog geen make-up op. Is dit de basis? De huid is gehydrateerd. En ja, het is eigenlijk gewoon een perfecte basis voor make-up, maar ook gewoon als dagcreme, want dat is het natuurlijk ook gewoon. Het is verder heel zacht voor de huid. Niet iedereen krijgt er een perfecte huid van, maar heel veel mensen wel. Dus het is de moeite waard en hij bestaat al 65 jaar en daarom hebben ze nu deze speciale Gold Edition, die verder niet goudkleurig is of zo hoor. Het is een gewone normale editie, maar hij is, ja, hij is natuurlijk wel wat anders. Oh, kijk, ik moet hem, hij zit gesield, dus ik moet hem nog dicht doen. Ik heb hem dus nog niet geprobeerd. Maar het oorspronkelijke, de gewone Le Crème Concentré heb ik wel geprobeerd. Een hele, ja, een beetje vloeibare witte crème die lekker uitsmeert en de huid echt goed hydrateert. Bij Douglas vind je deze of in een Nederlandse webshop. Nog een paar nieuwe producten. Deze Lancôme Regeneri Multilift
crème in 3 varianten. Die is ook nieuw. En het leuke is dat er zeg maar de technieken of in ieder geval de wetenschap uit de ruimte hebben ze gebruikt om deze crème te verbeteren. Want het bestond al. En niet zozeer dat er nu producten uit de ruimte in zitten. Dat niet. Maar ze hebben onderzoek gedaan naar zeg maar de huid onder andere van de astronauten. Op het moment dat die dus in de ruimte zweven. En dan merken ze dus dat het collageen zeg maar, dus wat je huid stevig houdt. Ja, gaat veranderen. En het wordt wat slapper omdat er geen zwaartekracht is. En die technieken, die gegevens hebben ze weer gebruikt om deze crème dan weer beter te maken. Eigenlijk gezien wat de huid doet, zeg maar, als je langer in de huid bent. En dat kunnen ze dus met een aantal stofjes volgens Lancôme tegengaan. Waardoor je huid ook mooier blijft. En het is in principe, dit is een crème. Ze hebben nog een lichte versie en ze hebben weer een rijkere versie. En er zit ook hier een SPF 15 in. Dus dat is heel gunstig. De nieuwe Reginelli Multilift Crème. Voor als je al wat nodig hebt, zeg maar, op het gebied van anti-aging en anti-rimpel. Nou, heb je dan nog niet, maar zoek je wel een mooie toner. Een goede, zachte toner. Dan is deze Calendula Herbal Extract Toner. Alcoholvrij van Kiehl's. Echt een aanrader. Dit is nog de versie... Ja, die zeg maar speciale versie die uit is gekomen rond de feestdagen. Maar dit is gewoon een vast product. En je ziet ook de calendula plantjes eigenlijk. Of blaadjes zie je ook drijven in de lotion. Nou, het is al jarenlang een favoriet van heel veel mensen. Niet voor niks, want het is een toner die echt... Ja, gewoon voor iedereen wel te gebruiken is. Wanneer gebruik je nou een toner? Die gebruik je eigenlijk als start van je huidverzorging. Dus dat betekent 's ochtends als je wakker wordt... Kun je je gezicht reinigen? Hoeft niet, maar op zijn minst reinig je je huid nog een beetje met een toner. Een watje met toner en dan verfris je de huid ook gelijk op. En de huid wordt ook voorbereid op de crème of de serum die je dan gaat gebruiken. Of aan het einde van de dag na het reinigen gebruik je een toner voordat je je serum of nachtcreme gaat opbrengen. Van Kiehl's en die koop je bij de Bijenkorf of hun eigen winkels. Laatste huidverzorgingsnieuwtje, de L'Oréal Revitalift Filler. Dat is iets nieuws. Jullie kennen allemaal fillers wel. Dat is zeg maar de injecties die sommige mensen nemen of krijgen van een arts. Om hun huid weer wat voller te laten lijken als ze last krijgen van een verslapte huid of van rimpeltjes. Nou, dat is allemaal niet zo leuk natuurlijk. Maar goed, je zou maar last hebben van echt rimpeltjes of een echt verslapte huid. Dan wil je misschien toch wel wat. Nou, tegenwoordig zijn er ook producten, dagcremes en serums, die ervoor kunnen zorgen dat de huid zo... Ja, zeg maar, vol wordt gestopt met hyaluronzuur. Want dat is vaak ook wat er ingespoten wordt. Dus zeg maar een soort vocht in de huid. En waardoor je het zeg maar van buitenaf gewoon kan toedienen. En je misschien die fillers wel kan laten staan. Of in ieder geval veel langer voor je uitschrijven. Nou, allemaal hele nieuwe technieken. En in de Revitalift Filler zit dat nu ook in. Dus dat is misschien wel een aanrader als je denkt dat je daar last van hebt. Nou, ga ik over naar de parfums en daarna naar de make-up parfums. Ik heb er 3, 4 geloof ik. Gisteren of van de week was ik in Parijs om de introductie van L'Odyssey City Blossom bij te wonen. Leuk, want leuk gegeven is eigenlijk dat de geur is ontstaan aan de hand van de verpakking. En dat is natuurlijk iets wat best apart is. De verpakking en het idee, zeg maar, het concept is eerst bedacht door een kunstenares, Mademoiselle Maurice. En vervolgens hebben ze de geur laten creëren. En dat is uiteindelijk City Blossom geworden. L'Odyssey is echt een heel lang favoriet van mijn moeder. En zelf heb ik er niet zo heel veel mee. Behalve dat ik weet dat zij hem draagt. Maar deze City Blossom is anders. Ik vind hem wat, wat ronder of zo. Wat zachter. Maar ook wel weer een beetje meer van deze tijd. Want L'Odyssey is echt wel al een oud parfum. Meer dan 20 jaar. En deze is gewoon een beetje een updated versie. En hij is wel tijdelijk te koop. Dus als je fan bent van L'Odyssey, moet je deze eens proberen. Vind je L'Odyssey nou ja, nog wel niet helemaal jouw geur, maar je houdt wel ongeveer van zoiets. Dan moet je City Blossom eens proberen. En als het goed is, ligt hij nu al in de winkel of komt hij heel binnenkort. Dus zeker aanraden. En de verpakking is ook erg mooi. Niet dat dat nou zo heel bijzonder is, maar het is toch altijd leuk. Nou, en verder hebben jullie misschien een mooie campagne wel gezien van Reveal, de mannengeur van Calvin Klein. Met Charlie Hunman heet hij, hè, samen met Doutzen, wel heel stoer. Nou, de geur voor de vrouwen was al bijzonder sexy eigenlijk. En de geur voor de mannen is dat ook. Ik vind het wel wat zoet voor een mannengeur, maar ja, de man van nu, die kan dat wel hebben. Want het is gewoon een beetje metroman, hè, toch ook alweer. Maar hij is ook alweer heel mannelijk hoor. Dus het is wel een geur die past bij een stoere man à la Charlie Hunman. Dus mocht je nog een leuk ideetje zoeken voor een cadeautje voor iemand die je lief hebt... Ga je naar Reveal voor mannen kijken. Nou, en dan had Lancôme nog een hele mooie nieuwe geur, La Nuit Trésor. Nou, dat is een geur die je echt moet gaan ruiken als je houdt van zware, zoete geuren.
als een roos in de nacht. Een hele zwarte, donkere roos. Een hele mysterieuze, zoete geur. Ja, ik zeg al, je moet ervan houden. Mooie flacon. Je kan hem niet neerzetten, maar je moet hem echt neerleggen. En hij ziet er natuurlijk wel heel beeldschoon uit. En nou, zeker de moeite waard om eens even te gaan snuffelen. Als je denkt dat het wat voor je is. En voor de fans van Guerlain is er een hele leuke La Petite Le Robe Noir. Dat is zeg maar hun lijn van geuren met de basis zwarte jurkjes. En er is nu zeg maar, zeg maar het zomerjurkje. Heel schattig, dat zie je ook hier op de verpakking. En het is Maro Pétale, dus dat is zeg maar de jurk gemaakt van blaadjes, hè, van bloemblaadjes. En dit is de Eau Fraîche, dus het is de frisse versie van La Petite Robe Noir. Echt heel lekker ruikt die. En zeker voor de zomer echt een super aanrader. Ga hem ruiken als je hem in de winkel ziet, want ik vind hem echt heerlijk. Dus wordt zeker een van mijn favorieten van de komende tijd. Dan gaan we over naar make-up. En goed nieuws voor degenen die het in Amerika al hebben gezien. De Infallible 24-Hour Matte Foundation van L'Oréal. Die komt ook naar Nederland. Mattifying Infallible Foundation. Ik heb hem even op mijn hand getest. En ik vind hem vooral heel mooi, hele mooie finish geven. Hij lijkt goed te dekken. Er staat hier een full coverage. Vond ik eigenlijk wel meevallen, maar hij ziet er wel heel natuurlijk uit. Hij is vrij dun van textuur en hij geeft een matte finish. En ik weet niet precies wanneer hij in de winkels ligt, maar het is wel de moeite waard om te gaan proberen. En ik ga hem zeker testen, want de foundation van L'Oréal zijn eigenlijk altijd goed. Verder is er nog een heel leuk nieuw product. Dat is de Superliner Smokism. En dat is een, eigenlijk een oogpotlood slash koolpotlood. Waarin de dop het product zit. En in de, zeg maar de pen zit dan een sponsje. En kijk, hij geeft zeg maar een smoky effect. Het is eigenlijk gewoon een poeder. Dat je dan helemaal kan uitblenden. Ik moet zeggen dat het op jouw hand heel makkelijk aan te brengen is. Op je oog vind ik het iets minder makkelijk. Vooral omdat de punt best wel grof is. Je kan niet zeg maar heel makkelijk een mooi lijntje bij rond je oog. Het wordt gauw een beetje grof en een beetje veel. Maar er zijn wel twee mooie kleuren. Er is Black Smoke en er is ook nog een taupe. Ik ben hem weer kwijt. Ik had er net eentje. En er is ook nog een taupe. Dus een zwarte en een taupe. En allebei wel erg mooi. Dus leuk om eens uit te proberen. En dan krijgt L'Oréal nog een bijzondere mascara. En dat is een Miss Manga Punky. En dat is een speciale mascara die ervoor zorgt dat je wimpers aan elkaar gaan kleven. En een heel punky, chunky effect geven. Nou wil je dat misschien helemaal niet, dan is dit niet je mascara. Maar wil je dat natuurlijk wel, want het is wel een beetje de trend. Hè? Die aan elkaar geplakte wimpers. Dan kun je deze mascara gebruiken. Ik heb hem zelf nog niet getest, durf het niet aan. Maar voor de fans ligt die binnenkort in de winkel. De Miss Mega Volume Miss Manga Punky. Altijd goed. Als je dat houdt natuurlijk. Nou, verder is binnenkort ook nieuw in de winkel. Maar het is pas in maart. De Bobbi Brown Hot Nudes collectie. Met onder andere een heel mooi... Wacht even, ik zet even de camera wat licht. Ja, het is een beetje raar weer, want soms is het heel donker, begint het te regenen en te hagelen. En nu schijnt de zon opeens weer heel erg. En daar houdt de camera er niet heel erg van. Er is een blush trio, wel heel leuk. Dit is de blush trio, die heet Calypso. Met Pretty Coral Calypso en de Color Sugar. Nee, Coral Sugar. Zo kun je het nog. Maar foto's komen nog wel hoor, en swatches. Dus dit is maar even een sneak peek. Heel leuk blush palet. Is er nog één trouwens. Nog een blush palet en een andere tint. En dit Hot Nude oogschaduwpalet. Met, ja, ik raad het natuurlijk al, nude oogschaduws. Daar is Bobbi Brown natuurlijk heel goed in. Maar het wordt inmiddels ook wel een beetje aan de saaie kant. Dus het mag voor mij best wel eens even anders dan een nude altijd. Maar goed, dit ziet er best goed uit. En ik ga het zeker ook nog testen. Maar je kan wel de look behoorlijk opspijzen met bijvoorbeeld deze Bobbi Brown Hot Pink Art Sticks. Dat is een groot potlood, letterlijk een groot potlood. Met een behoorlijk dekkende lipstick. Deze is de hot pink en dan ook oranje en rode. Dus daar spijs je de look dan wel weer mee op. Of bijvoorbeeld met deze. Nee, dat is niet de goede. Maar ze hebben ook nog van die balm, zeg maar. Dus die zijn transparant, maar wel lekker veel van kleur. En ook wel handig is dat ze nieuwe kleuren Longwear Eyeshadow Cream Shadow Sticks hebben. Dat zijn die oogschaduw sticks die echt super lang blijven zitten en heel makkelijk zijn aan te brengen. En deze die had ik nog nooit geprobeerd. Dat is de Perfectly Defined Longwear Brow Pencil. Die hebben ze in meerdere kleuren nu. En het is een potlood. Ja, het is niet echt een potlood. Hè? Het is zeg maar een crème oogschaduw of crème wenkbrauwproduct. Wat er in een hele scherpe soort stift zit. En de kleur is niet helemaal mijn kleur, want het is grey.
Nou, ik heb geen grijs wenkbrauwhaar. Maar als de kleur natuurlijk wel goed zo is, zou ik hem zeker gaan proberen. Want ik heb al zo'n soort gelijk van Tom Ford gehad. Die beviel me altijd heel erg goed. Dus wellicht deze ook. Heel veel kleuren zijn ze te krijgen. Dus misschien toch maar even een kijkje nemen. En nu hebben jullie misschien gisteren al de swatches gezien van heel veel lippenstiften van Chanel. Nou, ik laat ze hier even. Ik heb er 5 in mijn hand. Ik had er geloof 14 die ik heb geswatcht. Waren allemaal erg mooi. Ze hebben een nieuwe finish. Nee, een nieuwe textuur gekregen. En nieuwe kleur, nieuwe textuur. Ik moet zeggen, textuur vond ik niet zo heel veel anders dan die van daarvoor. Ik heb het idee dat deze wat langer blijven zitten. De kleuren nog wat intenser zijn en wat langer blijven zitten. Ze maken je lip echt heel mooi, lekker zacht en soepel. En je voelt de lipstick bijna niet zitten. Nou, voor swatches moet je dus echt even naar Beauty Scene gaan. Ik zal even mijn favoriet pakken, want die kan ik wel even laten zien. Mijn favoriet was de Dimitri, nog wel. En Dimitri is een hele mooie, een beetje... Ja, het was rood, maar er zit ook een beetje oranje doorheen. En dat was eigenlijk de kleur die ik het allermooist vond. Maar ik moet eerlijk zeggen, de andere 13 die ik getest heb, waren ook prachtig. Echt, er was er geen één bij waarvan ik dacht, nou, die vind ik niet zo heel erg mooi. De een wel mooier dan de ander, maar ze waren allemaal mooi. Nou, en waar ik heel, heel, heel blij mee ben, is deze lipstick. Dat is de Tom Ford Matte Lip Color Matte. En dat is een matte. Ik ben al gek op Tom Ford, maar op de matte lipsticks van Tom Ford ben ik nog wel gekker misschien. Dit is Pussycat. En Pussycat is echt een geweldig mooie kleur, want het is een... Ja, een beetje een roze, hele mooie roze tint met een tikje paars erin. Ik heb inmiddels ook nog een rode en een paarsige, zeg maar. En ja, die zien er ook heel mooi uit. De swatches, die komen nog. En ze zijn nu te koop bij de Bijenkorf. Wel pittig van prijs, want ze kosten 47 euro. Zelfs die van Chanel zijn goedkoper. Dus, nou ja, goed, dat is jammer. Als je dan op zoek bent naar mooie lipsticks, dan kun je natuurlijk bij MAC terecht. En MAC krijgt ook heel veel mooie nieuwe lippotloden. Waaronder de Ruby Woo lip pencil en de Candy Yum Yum en de Heroine lip pencil. Bekende namen van lipsticks. En die hebben nu ook hun eigen lippotlood, zeg maar. Zodat je een mooie combinatie kan maken. Nou, verder zijn er ook nog 2 nieuwe kleuren lipgloss uitgekomen. En wat kleuren lipstick teruggekomen. Of die zijn er al in het vaste assortiment. Zeker de moeite waard. En als het goed is, blijft dit allemaal. En dat komt allemaal in maart in de winkels. Dan heb ik nog 1 sneak peek voor jullie. En dat is die van de MAC Toledo collectie. Nou, MAC gaat namelijk een samenwerking aan met de kunstenaarsduo eigenlijk. Isabel en Ruben Toledo. En die hebben echt hele leuke, bijzondere verpakkingen gecreëerd. Zoals deze blush verpakking. En dit is dan de oogschaduw. Het oogschaduwpalet. En dit is de mascara bijvoorbeeld. En die hebben gekleurde mascara's. Dit is de navy. Dus die is heel donkerblauw. Is met een leuk borsteltje, want het is een soort van spiraal effect. En die ga ik nog testen. En de blushes, ja, die blushes die zijn een soort van must have. Want dit is de Ripe Peach Blush Ombre. Dus het is zeg maar een blush die gaat van licht naar donker. Dit is echt een van de mooiste blushes die MAC heeft gemaakt. Dus als je deze niet wilt hebben, dan, ik weet niet, dan is er iets mis met je. Ze zijn zo ongelooflijk mooi. Er zijn meerdere kleuren en ze zijn allemaal mooi. Het is een echte blush fan, moeten ze allemaal kopen. Maar op zijn minst 1. Je krijgt er echt spijt van als je het niet doet. Ik ben heel blij met deze Ripe Peach. Want ik had namelijk de andere Ripe Peach van een paar jaar geleden gewoon gemist. Ik als blush fan, heel schandalig. Ik heb hem later nog wel gekocht als, op eBay, maar alsnog... Ben ik er wel heel erg blij mee, want het blijft echt een van de mooiste blushes die er ooit is geweest. En er komen ook 3 leuke oogschaduwpaletten uit voor deze paarse bijvoorbeeld. Violet Wink. En die is ook heel mooi. En matte lipsticks. Ik zal er nog even eentje laten zien. Ook in een speciale verpakking, tenminste een omhulsel. Maar de verpakking is ook heel mooi. Beetje mat, een beetje rubberachtig voelen ze aan. En met echt een hele leuke design natuurlijk. En dit is de Sin. En de Sin is heel donker roodbruin eigenlijk. Maar er zijn nog meer kleuren natuurlijk. En dat ligt ook in maart in de winkels. Nou, jullie zijn echt weer helemaal op de hoogte. Sommige dingen, ik weet nog wel meer. Maar dat mag ik allemaal nog niet met jullie delen. Dus voor nu is het dit weer even. Volgende week ben ik weer terug. Dankjewel voor het kijken. En abonneer je. Dat vind ik heel leuk. En ga zeker ook even op Beauty Scene kijken voor meer reviews en swatches. Er staat nog veel meer op dan wat je hier in de video kan zien. Dankjewel voor het kijken. Dag! Inside of you and I.